Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de Troost Derby Day. De paarden gaan zich opstellen achter de auto. Onder nummer 1, Domek Baldwin, Rob de Vlieger. De 2, Domani Toscana, Ruud Pols. Nummer 4, Diablo Boko en Hugo Langeweg Senior. Nummer 5, daarom wel André Bakker. De 6, Diva Nieuwpoort, Jesse Terborg. Nummer 7, Dimanche Fortuna met Peter Stroper. Nummer 8, Dakota Elegance, Dion Tesselaar. De 9, Dana van Egmond met Tom Kooijman. De 10 is Doutje met Alle Lohman. En de 11, Dr. Melvie met John de Leeuw. Paarden achter de auto. Nog 200 meter tot het startpunt. ...100 meter... ...50 meter... ...30 meter... ...startgevallen. Startgevallen voor de Troost Derby Day. En aan de binnenkant leidt Domani Toscana. Diablo Boko aan de buitenzijde komt aflossen en neemt de kop over. Diablo Boko is de leider. Galoppade aan de start van het veld voor Doutje. Maar dan gaan de eerste bocht in. Diablo Boko de leider voor Domani Toscana en een opkomende Dimanche Fortuna. Aan de binnenzijde ligt erachter Diva Nieuwpoort. Deze 4 worden gevolgd door Domek Baldwin. Galoppade daarachter voor Daarom Wel. Die wordt gevolgd door Dana van Egmond. En zo gaan we dan de bocht door. En dan Dakota Elegance, Dr. Melvie. En grote achterstand uitgeschakeld, is er voor Doutje. Nummer 5. Galop. Nummer 5, Daarom Wel is uitgeschakeld. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. En daar wordt de leiding overgenomen nu door Dimanche Fortuna. Dimanche Fortuna, Peter Stroper. Die nemen de kop over. Op de tweede plaats is het daarachter Diablo Boko. En die wordt gevolgd door Domani Toscana. Op de vierde plaats Diva Nieuwpoort. Domek Baldwin is vijfde. In zesde stelling aan de binnenkant is het daarachter Dana van Egmond. En die wordt gevolgd door Dr. Melvie en aangesloten Dakota Elegance. En de paarden gaan de laatste ronde in. En het is nog altijd Dimanche Fortuna. Peter Stroper, die voert het veld aan. Op de tweede plaats Diablo Boko. In derde positie volgt dan Domani Toscana. Dat zijn de eerste drie bij het indraaien van de Klingendaalbocht. Op de vierde plaats is het aan de binnenkant dan Diva Nieuwpoort. En die wordt geschaduwd door Rob de Vlieger met Domek Baldwin. Anderhalve lengte daarachter Dr. Melvie met Dana van Egmond, Dakota Elegance. En zo zijn we op weg aan de overkant van de baan. Doutje is laatste van het peloton. En de deelnemers zijn halverwege de rechterlijn overzijde. Opnieuw galoppade voor Doutje leidt tot uitschakeling. En we zijn dus halverwege de overzijde. Ik had het u al gememoreerd. Passeren zo dadelijk het laantje van Jochems. En dat doen we met Dimanche Fortuna als leider. Dimanche Fortuna, lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Diablo Boko. En aan de buitenzijde Domek Baldwin. Aan de buitenzijde komt ook Dr. Melvie naar voren. Daarachter Domani Toscana, gevolgd door Diva Nieuwpoort. Galoppade voor Dakota Elegance. En de deelnemers gaan de laatste bocht in. Met Dimanche Fortuna. Domek Baldwin komt wat dichterbij. Aan de binnenkant ligt Diablo Boko. Dan Dr. Melvie. En zo zijn we dan halverwege de laatste bocht. Daarachter is het Domani Toscana. En de deelnemers komen af op de laatste rechte lijn. En hebben ze dadelijk nog 400 meter af te leggen in de Troost Derby Day. Paarden in de laatste rechte lijn en het is nog altijd Dimanche Fortuna die leidt. Dimanche Fortuna heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats is het nu Diablo Boko. Aan de buitenzijde daarvan ligt nog altijd Domek Baldwin. En aan de binnenzijde ligt in de vuik Domani Toscana. En we zijn nu in de laatste 200 meter met nog altijd Dimanche Fortuna. Daar komt aan de buitenzijde Diablo Boko. Diablo Boko die komt op hoge toeren naar voren en komt naast Dimanche Fortuna. Neemt in de schaduw van de finishleiding over en wint de Troost Derby. Diablo Boko op de tweede plaats. Dimanche Fortuna dan Domani Toscana met Domek Baldwin, Diva Nieuwpoort, Dr. Melvie en erachter Dana van Egmond.